en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Het is een tijdje geleden, maar ik had gewoon geen inspiratie voor video's. Ik had ook geen tijd of geen zin om dit, voor dit kanaal video's te maken. En nu dus weer wel. Dus ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe video klaarstaan. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus laten we snel beginnen met deze video. Nou, ik ga jullie nu laten zien wat ik voor mijn verjaardag gekregen heb. En wat ik gewoon voor mijn dertiende verjaardag heb gekregen. Dus ik ga hierbij van mijn echte verjaardag, 30 november. En van mijn feestje, 14 december, ga ik allemaal laten zien aan jullie. Dus blijf zeker kijken en let's go. Ik ga eerst voor mijn echte verjaardag, 30 november. En wat ik toen heb gekregen, vond ik echt heel erg mooi. En heel erg leuk. Dat had ik ook nodig. En dat was een iPad. En dat is gewoon dit. Een tweedehands iPad. Nou, het is niet zo heel erg boeiend of het nou echt of tweedehands iPad is. Maar in ieder geval, ik heb een iPad gekregen. Een Apple iPad. En ik ben er mega blij mee. Het is geen sponsoring trouwens. Ik heb dit niet gekregen. Ik heb het wel gekregen. Niet gesponsord heb ik. Niet zelf gekregen van bedrijf. Dit heb ik zelf gekregen. Ik vind hem echt heel mooi. En trouwens, het glans dat zeg maar op dit komt, dat komt van de lamp. En ja, ik wou het laten zien, maar dat ga ik niet doen. Want als jullie willen weten de behind the scenes of mijn video's en op ASMR video's, laat het dan weten in de comments. En dan maak ik een video daarover natuurlijk, want ja, het is echt heel mooi. Licht dat hier komt. En dan ga ik jullie alle informatie vertellen. Maar eerst ga ik even verder. Nou, ik heb dus deze. Nou, hier zie je het wel een beetje, het licht. En de camera. Dus ja. Oeh, dit is cool. Nou, oké. Dat is niet zo heel interessant. Maar ik heb dus een iPad gekregen. En ja, automatisch step ik erop. I don't know waarom. Maar ik ben helemaal in de ASMR wereld. Maar in ieder geval, ik heb een tweedehands iPad gekregen. En je kan me volgen op mijn Instagram, als je dat wil. Mijn naam is, ik heb trouwens pas geleden de 400 abonnees bereikt op mijn Liannes. Oh my god, als ik mijn profielfoto nu op dit ding zie, is het zo anders dan gewoon normaal, want hij is omgekeerd natuurlijk. Oh wacht, ik ben naar video's gegaan. Nou, dit is dus mijn homepagina en ja. 403 abonnees. Echt super bedankt voor de mensen die geabonneerd zijn op dat kanaal. En ik heb vandaag ook een nieuwe video geüpload. 20 uur. Ik dacht 1 uur. Het is 1 uur geleden en ja, ik zal wel een klein stukje laten zien. Hello everybody. Oké. Okay. Nou ja, als je het verder wilt zien, de link staat in de beschrijving, dus kijk die video dan. En ja, ik ben zo blij. Oké, nou, je kan me volgen op mijn Instagram. De naam staat ook hieronder. En in de, hoe heet het natuurlijk? Oh, er is weer een nieuwe video. Of foto, sorry. Ook goed. Maar oké, ik ga even naar mijn Instagram. Oh my god, ik heb weer 50 volgers. Eerst had ik 50 volgers, toen had ik er weer 1 minder. En nu heb ik er weer 1 meer! Yay! Thank you all! En nou, daar staat dus, wil je weten wat er hierna gebeurde? Kijk snel mijn video. Link in bio, en dat heb ik ook gedaan. Nou ja, als je mijn Insta wil bekijken, dan zou ik dat graag leuk vinden. En natuurlijk als je me wilt volgen. Maar oké. Nou, op TikTok kan je me ook volgen. De linken staan in de beschrijving. Maar ja. En trouwens, dit is mijn homepagina en alles. Oh, ik vind het omgekeerde ook heel mooi, dit profiel. Maar oké. Verder. Nou, ik heb dus ochtends een tweedehands iPad gekregen. En ik heb daarna, wat ik eigenlijk al van tevoren had zelf uitgekozen, had ik een ring gekregen. En ik zal ze ook even gewoon, ja, gewoon goed laten zien. Zonder dat ik het zo doe. Zodat jullie het echt mooi kunnen zien. En ja, hij is gewoon heel erg mooi. Ik heb deze van mijn oma gekregen. Oh my god, ik vind het licht zo mooi.
Het doet ook zo goed scherpstellen. Wauw. Nou ja, die ring heb ik dus van mijn oma gekregen. En die is voor je wijsvinger. Dus dit. En dat is heel erg mooi. Maar oké, dat heb ik gekregen. En ik ga hem zo, jullie zien zo ook nog even hierna. Hierna dit stuk zien jullie ook nog even dit. Dus ja. Nou, dat was eigenlijk wat ik voor mijn verjaardag gekregen had. En nu ga ik laten zien wat ik op 14 december heb gekregen op mijn feestje. Oké, nou, ik heb eigenlijk gewoon heel veel dingen in één tas zitten. Maar één ding heb ik gewoon los. Omdat dat gewoon iets van een bepaald merk is waar ik heel erg van hou. Nou, Rituals. Ik ben echt heel fan van dat merk. Het is wel een duur merk, maar het is zo lekker. En ja, deze heb ik van mijn beste vriendin Tuntje gekregen, waar ik ook een YouTube kanaal mee heb. De link is dan ook in de beschrijving. En ja, het is gewoon, ik vind de verpakking al echt heel erg mooi. Die verpakking vind ik echt al heel erg mooi. Maar ik zal even laten zien wat erin zit. Want ik heb gevraagd naar shampoo. Deze shampoo. En hij is echt super mooi. En super lekker. Het ruikt naar strawberry. Hier zie je het logo ook. Het is echt een hele lekkere shampoo. Ik heb hem zelf ook al gebruikt. Dus als je kijkt, Deuntje, ik heb hem al gebruikt. En super bedankt voor dat cadeau. En wat ik dan heb gekregen is een foaming shower gel. Nou, helemaal mooi. Nu zie je mij scherp en nu zie je dit ding scherp. Deze heb ik eigenlijk in het groot al, die ik gebruik. Hij is echt super lekker. Het is lekkere schuim. Niet te veel op je hand smeren, want dat is echt heel veel. Dus je moet echt heel erg minimaal doen, want er komt heel veel uit. Sorry jongens, ik moest het gewoon even doen. Oké, nou dat is dus deze. Die ik ook heel lekker vind, maar die ga ik later gebruiken. Ook voor mij op vakantie misschien. Nou ja, dat was dus de shampoo. En die shampoo die stop ik een keer terug wanneer ik weer ga douchen. Dus ja. Maar laten we doorgaan naar het volgende. Nou ja, hier zit eigenlijk deze tas. Die is van mijn vriendin Zara. Staat op party time. En ze gewoon, ik heb trouwens echt rode wangetjes. Ik ben niet ziek of zo. Ik heb ook geen blush op. Vandaag ben ik gewoon heel erg lui. Want het is kerstvakantie. Laat weten als jij nog kerstvakantie hebt. Of kerstvakantie had. Maar oké. Wat ik van Zara had. Wacht, dit is het zakje. Ja, er zit wel een hele kartje aan. Dus ja. Nou, ik ga gewoon even alle cadeaus langs. Dit is een uitnodiging of een brief eigenlijk. Ik heb. Ik heb een portemonnee gekregen. Waar ik heel erg blij mee ben. Dus heel erg bedankt voor je cadeau. Love you. Oké. Nou ja, hij is gewoon heel erg zacht en lekker. Verder zit er niet meer zo heel veel in. Maar ik weet het anders wel een beetje goed. En anders dan zoek ik het nog wel even op en doe ik het later laten zien. Kan ook. Nou, dan heb ik van mijn vriendin Nastja. Heb ik 10 euro gekregen. En dat was heel fijn. Hij is wel echt. Want je ziet hier zeg maar. Nou ja, nu zie je het niet. Maar hij is echt. Hier staat zo'n vrouw op. Nou, heel erg bedankt. Dus Nusje, als je kijkt. Love you. Dus die ga ik zeker bewaren als contant geld. Want ja, contant is gewoon heel vaak handig. Omdat het niet meer zo vaak gebruikt wordt. En heb ik nog wat van Nastja gekregen. Een armbandje die ze zelf heeft gemaakt. Hoe schattig en leuk. Helaas past ik hem nog niet helemaal. Wacht, misschien kan ik hem. Nou, dat lukt misschien hier zo, maar geen idee. Maar in ieder geval, als je kijkt naar Sja, dankjewel voor al je cadeaus. En als jullie kijken, vriendinnen, love you voor al jullie cadeaus. Maar dat is een heel leuk armbandje en er zat nog iets in. Of die is er nu niet even in. Of die zit ergens anders in, dat kan ook nog. Nou ja, dat was dus eigenlijk wat ik gewoon gekregen heb. Ik had nog wel oorbellen gekregen. Ik kan ze nu wel even snel laten zien. Laten we dat even doen. Nou jongens, ik ben weer terug. Nou, even wat hijgen. Want ik was even iets kwijt.
Maar ik heb ze allebei. Ik had nog oorbellen gekregen van Lara en Zara. Heel grappig. Oké. Ik ga ze eerst van Lara laten zien. En zo direct zien jullie nog even een hele ding van alle cadeautjes. Zonder dat ik ze hier met mij zie. Zien jullie ze gewoon mooi ergens op. Oké, laten we beginnen. Ik heb kleine sterretjes van Lara gekregen. Echt super lief. Alleen ze zijn wel heel erg klein. Dus ja, ze zijn wel heel erg klein. Maar het lukt wel als je ze indoet. En het zijn gewoon van die knopjes. Dus dat is ook wel fijn. En ze zijn echt zilver. En dat vind ik ook heel fijn. Want ik kan niet tegen nep zilver. Dan worden mijn... Ja, dan kan ik ze gewoon niet lang dragen. Maar dit zijn de oorbellen. En ik vind ze zo mooi. Ze zijn heel erg mooi. En deze camera doet het zo goed scherp. Dat is echt niet normaal. Wauw. Nou, die en deze. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde, maar dan gewoon net wat meer. Nou, dat was dus de oorbellen van Lara. En ik heb ook de oorbellen van Zara. Zo, ik ben weer een beetje bijgekomen. Ik heb deze. Deze. Ze zijn echt super, super, super mooi. Ze glinsteren heel erg mooi trouwens in het licht. Die en die. Nou ja, dat was dus eigenlijk alles wat ik gekregen heb. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Ik ga zo direct ze nog even laten zien. En daarna, ga ik afsluiten. Dit is het eerste wat ik heb gekregen. Dit is een shampoo van The Rituals. En de smaak is strawberry. En ik ben er echt verliefd op. Dan komen we aan bij de shower gel die ik heb gekregen. Deze is echt super lekker. De smaak is strawberry. En ja, deze heb ik in het groot, maar natuurlijk maak ik die eerst op en daarna de andere. Waren dit alweer de eerste cadeautjes die ik heb gekregen van Teuntje. Love you! Nou, dan is dit het tweede cadeautje die ik heb gekregen. Dit is een klein portemonneetje waar je contant geld in kan doen. En het ziet er echt super leuk en schattig uit. Hij is helemaal leuk roze, een beetje oranje en hij is heel erg zacht. Heel erg bedankt Sarah. Love you! Nou, dan komen we weer bij het volgende cadeautje. Deze is van Nastja. Deze heeft ze helemaal zelf gemaakt. Dus Nastja, als je kijkt, super leuk dat je dit cadeautje voor mij gemaakt hebt. En ja, heel erg bedankt daarvoor. Love you! Dan is dit het volgende cadeautje van Nastja. En is ja, zoals je al ziet, 10 euro. En ja, super erg bedankt daarvoor. Dan is dit het volgende cadeautje. Dit is oorbellen van Lara. Ook een hele leuke vriendin. En ja, super bedankt daarvoor. Ze zijn echt zilver. Het zijn hele leuke sterretjes. En ja, super erg bedankt daarvoor. Love you! Dan komen we alweer bij het volgende cadeautje aan. Dit zijn echt zilveren oorbellen zoals je ziet. En ja, ze zijn gewoon super leuk en schattig. Deze heb ik van Sarah gekregen. Heel erg bedankt! Nou, dan komen we bij een cadeautje aan die ik op mijn echte verjaardag, 30 november, heb gekregen. Ik heb deze in het begin al laten zien. Het is een iPad, Apple iPad. En ik ben er super blij mee, dus pap en mam, als jullie kijken, love you. En ja, het is gewoon een hele fijne iPad. Dan komen we weer bij het laatste cadeautje aan en deze is van mijn oma. Ik heb hem zelf uitgezocht en hij is super leuk. Met zo'n sinaasappeltje of hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval heel erg leuk. Dus iedereen heel erg bedankt voor al jullie cadeaus.
Nou, ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vinden. We zijn trouwens aan het einde van deze video. Maar ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Als jij nog leuke video-ideeën hebt, laat het maar weten. Abonneer je nog even op mijn kanaal, want dan mis je natuurlijk helemaal niks van mij. En dan heb je dat ook gelijk gedaan. Like deze video en laat in de reacties achter wanneer jij jarig bent. En wat je van deze video vond. Dus tot de volgende keer. Doei doei!